ondertussen zijn de schoentjes binnen die ik voor Jesse Silver heb besteld. Want ik vind het altijd zo bloedirritant dat dat ding altijd te klein is. En of jullie wel eens te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ik wilde jullie ook een van mijn eigen ervaringen delen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op de middelbare school zat. Ik was 13 of 14. Er komt een artiest optreden. Die was natuurlijk heel groot toen op je school en bla bla bla. Maar wij hebben bijvoorbeeld Het Perfecte Plaatje gekeken afgelopen seizoen. En daar kunnen wij ons nog een situatie herinneren dat we elkaar echt hier met z'n allen aankijken van wat de hel? Ja, daar ben ik ook wel lastig gevallen. En ja. Ik was in die tijd helemaal heel onzeker. Helemaal gestoord. Nou, we gaan met epoxy aan de gang. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik wil deze video starten met een bedankje naar Marielle, een van onze lieve volgers, die twee hele lieve kaartjes heeft gestuurd naar ons en naar Jesse Silver. Heel erg bedankt daarvoor. Mwah. Ondertussen zijn de schoentjes binnen die ik voor Jesse Silver heb besteld. Ik heb er een aantal besteld. Op in wat verschillende maatjes. Want hij heeft nogal snel groeiende en dikke voetjes. Dus ik hoop dat ze allemaal passen. Ik vind ze leuk in ieder geval. Een zwarte. Beetje met een kleurtje en lichtjes erin. Helemaal zwart. Met oranje. En hoe leuk zijn deze. En Paw Patrol zijn onderweg. Die vindt hij helemaal leuk. Dus we hebben een rugzakje voor hem gekocht. Ik ben erg benieuwd hoe hij erop gaat reageren. Verder even een lekkere relaxdag. We zijn vanochtend zijn we naar de Harry Suiker weer geweest. En daar hebben we een wc uitgekozen. Met mooie zwarte stenen aan de zijkant en op de grond. En aan de achterkant waar het toilet zit hebben we weer voor hetzelfde hout gekozen. Alleen een donkerdere tint als in de badkamer. Dus we zijn weer heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Verder gaan we nog wel even zoeken naar de wasbak voor in de wc. Want ik vind het altijd zo bloedirritant dat dat ding altijd te klein is. En als je de kraan net even te hard openzet, dat alles eroverheen spat en je helemaal nat bent. En we zijn gebeld door degene die onze damwand omhoog gaat brengen. De taluut, zeg maar. Zodat dat getrokken wordt bij de tuin. En daar zijn we heel blij mee. Dus alles begint nu echt een beetje op gang te komen. Het is allemaal, allemaal afspraken. Even afspreken. En ik heb er zin in. Leuk. Hallo allemaal. Hallo. Nou, wij konden ook niet achterblijven. Oh, je wilt meteen daar naartoe. Oh. Ik wil nu even vertellen dat we een hele leuke avond hadden gisteren. En dat we een beetje moe zijn. Ja. En dat het inmiddels zondag is. En dat Jesse nog heel even lekker ligt te slapen. En dan, kom er maar in. Nou ja, we hebben natuurlijk even een poll gedaan. Ook bij ons op de community. Of jullie wel eens te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ja. We hebben natuurlijk net zoals jullie alles ervan meegekregen. Wat een week was het, hè? Wauw, ja. We zien een hoop leed, vooral bij de slachtoffers natuurlijk. Dat is echt een atoombom in zijn medialand. Echt, ja. De mensen die nu beschuldigd worden, die zijn hoe dan ook gewoon flink beschadigd ook al. Hè? Of het waar is of ja, niet. Ja, terecht of onterecht inderdaad. Ze zijn flink gepakt. Ze worden niet meer gedraaid op de radio. Nee. Met iedereen met wie ze samenwerkte, die zeggen toedeledoki. Met jou willen we niet meer geassocieerd worden. Maar we waren dus even benieuwd of jullie daar ook al eens mee te maken hebben gehad. En, ja. Dus ik had een comment, een post geplaatst in de community inderdaad. Hebben jullie wel eens grensoverschrijdend gedrag meegemaakt waar tegen je niet hebt durven te verweren? En behoorlijk gestemd. Het neigt een beetje 50-50. Hè? Dat is een beetje 55-45
vijfheid voor ja. Dus toch wel heel veel mensen ermee te maken hebben gehad. En ook wat verhalen over mensen die met ervaringen naar buiten zijn gekomen. Nou, die heel jong waren ook, hè? En ook bij de orthodontist, dat je denkt. Ja, wow. Als klein meisje. Nou, ik denk dat sowieso elke vrouw daar wel eens mee te maken heeft gehad op wat voor niveau dan ook. Mm-hmm. Weet je, het is vaak juist die geestelijke uitoefening, zeg maar, waar je dan niet tegen durft te verzetten. Ja, het begint heel, heel subtiel. Het is gewoon een soort van mentale manipulatie, waarin iemand steeds verder gaat natuurlijk. Nou, ik vond een verhaal van Tanja Jess heel mooi. Die zei van, ik zit natuurlijk ook al heel lang in dit wereldje. Ja. En dat je eigenlijk er altijd mee bezig bent van, oké, ik moet zorgen dat ik niet in een bepaalde situatie kom met iemand. Of dat ik niet te dicht bij hem kom, want dadelijk probeert hij wat te doen. Ja. En dan moet ik hem afwijzen. En als ik hem afwijs, dan krijg ik die rol niet. Of dan krijg ik dit en dit niet. Dus dat je van tevoren al zit te denken van, ik moet proberen niet in die situatie te komen. Ja. Want ze zouden eens kunnen denken, en zo vaak gebeurt het dus. En ik wilde jullie ook een van mijn eigen ervaringen delen. Daar heb ik overigens nooit wat mee gedaan of zo. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op de middelbare school zat. Ik was 13 of 14. En toen kwam er een artiest optreden. Def Rhymes. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Zak, maar lekker door. Nou, die. Die is. Ook al met vieze liedjes. En als jonge personen kijk je daar natuurlijk tegenop. Oh, daar komt een artiest optreden. Die was natuurlijk heel groot toen op je school en bla bla bla. En je hebt je opgedoft. Ja. Ik had een jurkje aan. En ik weet nog heel goed dat dat hij dus ergens, ik weet niet meer waar we stonden, op de gang of zo, ergens een beetje afgelegen. En dat hij daar aankwam en dan denk ik, oh, weet je wel, artiest. En vervolgens staat hij voor me en ik was dus 13, 14. En hij doet gewoon zo bij mij. Zo, in mijn jurkje zo. En dan sta je echt zo van, je weet gewoon niet wat je gebeurt, zeg maar. En kijk, ik heb er geen trauma aan overgehouden, maar ik ben het nooit meer vergeten. Nee. Ja, dat is duidelijk grensoverschrijdend, toch? Ja, en hij, ik weet niet hoe oud hij toen was, maar in de 30 denk ik. Ja. En ik was dus 13, 14. Ja. En dat, weet je, dat is ook gewoon een machtpositie. Ten eerste ben je gewoon een viezerik, dat je dat doet. Ja, wat gaat er dan bij zo iemand om, hè? Denkt hij dan daar niet bij na, denkt hij, ik kan het maken. Nou, hij denkt waarschijnlijk, al die meisjes kijken tegen mij op. Ik kan iedereen krijgen wie ik wil. Ik ga bij jou gewoon even zo naar je borsten kijken hoe groot ze zijn. Of ze al groot en rijp genoeg zijn, weet je wel. Je weet toch waar je bent? Op een school, je weet toch. Ja. Ja. Bizar. Nou ja, dat soort dingetjes. Nou, heb ik nog wel meer verhalen, maar weet je, er zijn altijd wel bepaalde dingen waarvan je gewoon weet dat onthoud je. En wat ik al zeg, op een gegeven moment, accepteert het niet, maar het is niet iets waar ik een trauma van op heb gelopen. Ja. Maar wat ik al zeg, je onthoudt het wel. En ik kan me heel goed voorstellen dat je soms gewoon denkt, net zoals dat meisje met Ali B, hè, dat ze eigenlijk hem alsnog wel ging verdedigen. Je hebt ook een soort van plaatsvervangende schaamte van, oh, maar als ik het vertel, dan is hij dadelijk zijn baan en alles kwijt. Mm-hmm. En wil je dat ook weer niet op je geweten hebben. En ja. Ik heb daar ook niet echt één mening over of zo. Want ik vind het hele gebeuren is zo complex en er zit zoveel. De grens is zo laag. Zoveel nuance momenten in van wie heeft wat wanneer gezegd. En kijk, zij is daar naartoe gegaan en dan kun je wel zeggen, zij had dit en dit moeten verwachten. Ik heb daar echt geen eenduidig mening over. Want je bent er niet bij geweest en het heeft zoveel kanten van één verhaal.
wie wat hoe interpreteert. En, ja, de signalen die iemand afgeeft. En er zijn misschien genoeg meisjes die het wel wilden. Vooropgesteld dat dwang natuurlijk dat sowieso is een no-go is. Dus. Nee, maar er zit zoveel grijs gebied ook tussen. Ook wat er dat je niet eens wordt aangeraakt, maar gewoon verbaal dingen worden gezegd. Maar wij hebben natuurlijk ook... Ja, ik wou precies hetzelfde zeggen, denk ik, of niet? Weet ik niet. Van het perfecte plaatje. Nee, dat wou ik niet vertellen. Ik wou zeggen, we hebben natuurlijk zelf ook heel vaak meegedaan met programma's. Heb jij tijdens het programma ooit iets meegemaakt? Ik? Ja. Van iemand van de productie. Maar niet alleen seksueel, hoor, maar ook gewoon... een beetje intimiderend of zo? Nou, dat niet echt. Maar ik kan me wel herinneren, dat weet jij ook heel goed. Je zit in een bepaalde bubbel. Bubbel, ja. Je zit zo in een bepaalde bubbel. Je bent hartstikke belangrijk. Doen ze, net als Hof. Ja. Je voelt je helemaal in euforie de hele tijd. Ook door de stress en alles. Maar je zit in een bepaalde bubbel. En dit is wat je wil. Ja, weet je. En... soms denk ik ook van, laten we het even zeggen over dat meisje die bij Bo was. Die zei dat Jeroen had gezegd, oh jij ziet er lekker neukbaar uit. Ja. En ga jij even gaan? Ik ga wel. Okay. Dan maak ik het verhaal even af. nou goed, die had dat tegen haar gezegd. Maar soms denk je van ja, hebben die artiestenkleding aan die soms ongelooflijk sexy zijn. Hè, bijvoorbeeld dat je bijna een soort van badpak, stringbadpak aan hebt. Want dat is helemaal tof voor onstage. Maar dat trek je aan omdat je aandacht wil trekken. Omdat je wil dat mensen vinden dat je er goed uitziet. Dat je er sexy uitziet. Anders ga je daar niet bijna half naakt op zo'n podium staan. Ja, en dan is dus de vraag, kijk, wat Jeroen dan heeft gezegd is wel erg grof gezegd. Maar je trekt ook iets aan om een bepaalde reden. Dan nog moeten ze met de thermos van je afblijven. Hè? Dus daar even iets over gezegd. Maar als iemand dan een opmerking maakt, denk ik, ja, maar ja, daarvoor trok je dit toch aan. Anders had je net zo goed met een kooltrui op het podium kunnen staan. Ik noem maar wat. Maar wat ik ook nog wilde zeggen is dat het niet alleen naar vrouwen is, maar ook naar mannen. En ook daarbij weer gezegd, soms vindt de andere partij het ook helemaal niet erg, hè. Maar wij hebben bijvoorbeeld het perfecte plaatje gekeken afgelopen seizoen. En daar kunnen wij ons nog een situatie herinneren dat we elkaar echt hier met z'n allen aankijken van... wat de hel? Is dat Ruud Jacot helemaal lyrisch aan het doen was. Hè? En dat dus die man daar was voor zijn werk... een naaktshoot. Die stond helemaal in zijn naakie. En Ruud Jacot die stond me toch een partij lyrisch te doen. En die geeft hem op een gegeven moment ook gewoon echt een pets op zijn blote kont. Nou, wij vonden dat echt een stap te ver. Nou hebben we dat voorgelegd aan William Rutte. En die zei, ik snap wat je bedoelt. Als het aan mij had gelegen, hadden we dat ook niet uitgezonden. Maar de sfeer was er naar, de situatie was er naar. Het model vond het ook niet erg. Kijk, en dat is dus die grijze lijn, hè. Want ja, nou, toevallig vond dus blijkbaar dit model dat niet erg. Maar ik kan me voorstellen, ook al sta jij daar naakt voor je werk, dat iedereen nog steeds met zijn poten van je af moet blijven. Zo simpel is het. Maar het is, het is zo'n moeilijke kwestie. En ik, wij volgen het ook op de voet. Ik hoop in ieder geval dat dit wel een stap is voor mensen die misschien al heel lang zitten te wachten. Van, ja, kan ik dit nog doen? En mensen die echt met problemen hun hele leven zijn blijven lopen door dit soort incidenten. Dat dit misschien wel een stap is voor ze om het naar buiten te brengen. Want de cultuur zoals het daar is. Kijk, we worden ook een beetje te
tegenwoordig kan je helemaal niks meer zeggen of doen, hè? Dus dat is ook wel de cultuur nu. Maar dat die cultuur daar nog zo is, ja, dat moet gewoon veranderen. Dat kan gewoon niet. Dus ik ben heel benieuwd wat hier verder gaat uitkomen. Er is in ieder geval een enorme beerput opengehaald. Dus die is weer lekker uit bed. Ja, ik weet niet helemaal waar jij bent geëindigd met het verhaal. Maar ik wilde graag even afsluiten met dat het hele verhaal natuurlijk wat mij betreft nog veel breder getrokken mag worden. En dat iets wat natuurlijk ook al veel langer speelt, pesten en intimidatie, ook gewoon een heel groot onderdeel is van dit probleem. En ik zag ook, hè? Het machtsprobleem. Ja, en want ik zag ook al wat andere dingen voorbij komen op Facebook. Van stagiaires die geïntimideerd worden, ook in het entertainment vak. Ik ben vroeger ook heel veel gepest. En laten we met z'n allen gewoon proberen elkaar wat beter te begrijpen en te respecteren. En klinkt een beetje utopisch, maar ik denk dat we dan een heel eind komen. Maar jij ging bijvoorbeeld heel vaak met je vrienden naar een gaybar. Ja, daar ben ik ook wel lastig gevallen. En ja. ik was in die tijd helemaal heel onzeker. Totaal niet agressief of zo, dus ik lachte het altijd maar weg. Ja, je bent daar gewoon. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Je bent niet eens gay, maar je bent daar gewoon met een vriend die dat wel is, die wil daar naartoe. Het kan hartstikke gezellig zijn in zo'n bar, maar toch is daar dan waarschijnlijk een soort van code of zo. Dat je dan zomaar betast mag worden of. Aan de andere kant is het ook heel moeilijk van ja, maar hoe ga je dan iemand farsieren? Kijk, je moet niet zomaar aan iemand gaan zitten. Mm-hmm. Dat is een heel ander verhaal. Maar weet je, waar is die grens? Dat is zo'n grijs gebied. Ja. Het is echt ontzettend moeilijk. Want ik zei ook, je kan tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Nou, daar moeten we ook mee oppassen dat we inderdaad niet te preuts worden. Maar uiteindelijk, ja, denk ik dat het, en het is ook al vaker gezegd, het grijs gebied is eigenlijk niet eens zo grijs. Want op het moment dat iemand anders iets doet, zegt, gebaart of aanraakt wat jou niet zint, is het te ver en is het grensoverschrijdend. Ja, alleen jouw normen en waarden zijn die van een ander niet. Nee, dat klopt. En dat is zo moeilijk. En dat is dus het. Nee, ja. Het klopt. Het is geen grijs gebied van wat er te ver gaan is, want dat ligt heel aan de persoon zelf. Het is alleen wel lastig en heel moeilijk door bepaalde situaties, ook werksituaties en zo, dat je dingen niet durft aan te geven. Ja. Omdat je anders die baan niet krijgt of die rol niet krijgt of niet doorgaat naar de volgende ronde. En als er dan ook nog eens een heel team, zeg maar, elkaar het hand boven het hoofd houdt of dekt. Ah ja, dan wordt erbij, oh ja, zie je het als een compliment. Als ik hier bij het zwembad in het Zuiderpark vroeger, daar hebben ze nu wat aan gedaan, want daarom zijn die pasjes daar, dat ze mensen kunnen buitensluiten. Ja. Ben je daar aan het zwemmen en je voelt gewoon serieus ineens een hand, hè, zo door je kruis. Ja. En dan ga je om en dan zie je niet wie het is geweest, hè? Ja. Ja, ik ben nog steeds zover, ik kan me niet zo goed voorstellen dat bijvoorbeeld Marco iets met minderjarigen heeft gedaan of dat Ali B. echt iemand verkracht heeft. Maar dat is meer vanuit mijn oogpunt dat ik denk, je hebt zo'n carrière en je hebt zo. Je hebt het zo goed dat je denkt, hoezo ga je dat op die manier dan inderdaad op het spel zetten? Aan de andere kant. Ja, maar het is ook maar net hoe je het kan interpreteren. Want er was ook een videootje nu van Marco met een van zijn kandidaten. Ja, op die baan. Staan op de finale en hij zit de hele tijd over de arm te wrijven, geeft haar kusjes. Je kan het ook interpreteren van, oh, hij leeft zo met haar mee. Ja. Hij heeft gewoon zo van, ja, dit. Dat hoeft niet seksueel te zijn. Weet je, het kan gewoon, hier, weet je wel, meid. Ja, en de ander denkt van, wow, weet je wel, blijf van mijn lijf. Ja, en omdat het nu al geroepen is, wordt elk filmpje op die manier uitvergroot. Ja. En zijn er mensen die blindelings wel geloven dat hij iets gedaan heeft met minderjarige meisjes. En dan wordt elk filmpje wordt natuurlijk nu op die manier beoordeeld. Ja.
ongelooflijk. Laten we zeggen dat juridisch gezien het recht zal spreken en ja, worden ze schuldig bevonden, dan zullen ze daarvoor boeten. Ik ben altijd wel van, als ik er niet bij ben geweest en ik heb situaties niet gehoord of gezien, dan oordeel ik daar gewoon niet over, want je weet het gewoon niet. Dat is gewoon heel moeilijk, inderdaad. Ja. Nou, wij gaan... We gaan over naar iets leuks. Wij gaan eventjes naar de stad, denk ik. Toch? Dat was het plan, toch? Eigenlijk wel. Het is wel 2 uur. Maar we gaan dadelijk gezellig naar Veran. Maar hoe gaan we nu dan met de tram? Of gaan we nu wel met de auto? Weet ik niet. Want hoe gaan we naar Veran? Met de auto, denk ik. Wel met de auto. Dan kunnen we beter met de auto gaan. Dan kunnen we ook wel beter met de auto gaan. Ja. Oké. Okay. Gaan we dat doen. Oké. Okay. Zo, we zijn lekker in de stad geweest. Niks gekocht, vooral gekeken, even er lekker uit. Maar die prijzen van dat garage, jongen, die is niet normaal. We zijn er 2 uur geweest, €12. Helemaal gestoord. En we zijn nu onderweg naar Veran. En we zijn nu alweer mensen ruzie aan het maken in de straat. Met de auto of zo, ja, geen idee. Volgens mij was dat zo'n PostNL-bus of zo. Oh. Oké. Okay. Ja, ach. Sommige mensen die kunnen niet meer normaal doen. Niet meer normaal met elkaar praten. Nee, alleen al iemand corrigeren of zo van joh, wat rij je hard of weet ik veel. Je hoeft maar dit te zeggen en de verkeerde te pakken hebben. En die, voor het weet pakken ze een mes erbij. Of een pistool, of krijg klappen. Precies. Ja. Oh, die heeft de verkeerde afslag genomen, die auto. Zo. We hebben inmiddels een kluis. En ook hebben we sloten op de deur. Op een hoogte waar die nog niet bij kan. Wij zijn even lekker bezig eten bij onze vrienden, Veran en Jet. Ik wilde eigenlijk nog vertellen wat ze nog konden verwachten de komende week eigenlijk. Oh, vertel dan nog even snel. Nou, we gaan met epoxy aan de gang, als het goed is. We gaan morgen proberen een soort van test te doen wat we dus met het kapotte keukenblad gaan proberen. En dat is dus een soort van mozaïek leggen en dan hetgeen wat we missen aan stukken opvullen met een zwarte epoxy. In de hoop dat we zo een compleet keukenblad... Nog bijzonderder. Nog meer bijzonder keukenblad. Ja. Keukenblad kunnen maken. Nee, dat we in ieder geval een compleet keukenblad kunnen creëren. En we mogen voor het eerst naar het huis kijken. Oh ja, ook super tof. Inderdaad, we gaan voor het eerst kijken in het nieuwe huis. Donderdag, ik zit nog een beetje vol van de Chinees. En we gaan deze unit, maar dat weet ik niet wanneer we dat gaan doen. Gaan we eruit slopen. Hij heeft zijn dienst bewezen. We hebben er veel plezier van gehad. En nu is het tijd om dat te gaan afbreken. Jij nog iets meer dan ik. Een beetje een gezonde ruimte van te maken. Yep. Ja, dus dat zit er allemaal nog aan te komen. Ik weet niet of dat allemaal in de volgende vlog zit. Maar het wordt allemaal leuk. Yes. Dus vond je dit een leuk vlog? Duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te reageren. En vergeet niet te abonneren. En belletje aan te zetten. En te reageren. En dan zien we jou heel graag weer bij de volgende video. Tot de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao.